De politie heeft 3 Puttense jongeren opgepakt voor het besmeuren van het oorlogsmonument. Het monument herinnert aan de razzia van 1944. Toen zijn 600 mannen uit Putten en Nijkerk gedeporteerd naar Duitse concentratiekampen. Nou, afgelopen weekend kwam ik hier dus binnen. En het was een zootje, kun je wel zeggen. Dit zat hier helemaal onder de limonade, tot daar kan je nog zien. En op die bank hadden ze gezeten. Ik heb nu alles opgeruimd, maar ze hadden in het gastenboek geschreven, SS-tekens en White Power stond erin. Op deze plaats in Putten worden de honderden vaders, opa's en overgrootopa's herdacht die het slachtoffer werden van de Duitse razzia tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als represaille voor een aanslag op Duitse militairen zijn 600 mannen afgevoerd. 500 keren nooit meer terug. Voor het dorp een dramatische gebeurtenis, wat de daad van de jongeren onbegrijpelijk maakt. Nou, een groot schandaal, want ik ben een van de laatste onderduikers. Vanwege mijn leeftijd natuurlijk. En als je dan zoiets hoort, dat vind ik gewoon verschrikkelijk. Stom. Ik heb ook een oma die daaraan heeft meegedaan, in de oorlog heeft gezeten. En ik weet niet wat hun oma daarvan vindt. Ik ken ze toevallig, maar ja. Hun hebben toevallig, ik weet het ook niet precies, maar de een vindt weer dat zo is en de ander vindt weer dat zo is. Ja, ik heb er eigenlijk geen woorden voor, maar het kan eigenlijk niet. Het is niet voor het eerst dat jongeren de herdenkingsruimte vernielen. Op scholen wordt al langere tijd extra aandacht besteed aan de eigen geschiedenis. Maar toch ging het de laatste weken opnieuw mis. Ik denk dat degenen die het doen te weinig van de eigen geschiedenis afweten. En aan de andere kant denk ik ook dat het een vorm van puberaal gedrag is. En dat ze zich vervelen en dat ze uit verveling dingen doen die ze eigenlijk niet zouden moeten doen. Dat is triest natuurlijk. Die jongens, een paar jaar geleden heb je hier nog in deze gedachtenruimte gehad en hebben een boek gegeven. Maar goed, op dat moment weten ze niet wat ze doen. Dat kwartje valt later pas. De politie heeft de opgepakte jongeren inmiddels doorverwezen naar het preventieteam Link, dat een passende straf oplegt.